Welkom bij onze Fit Nation Lunch and Learn. Voordat we beginnen een kleine side note. Namelijk op donderdag 18 februari om 6 uur organiseert Fit Nation een paneldiscussie in het Engels samen met Virtual Gym, Climber, Matrix en Life Fitness over Big Tech en de fitnessindustrie. Schrijf je snel in, gratis, via fitnation.co. Terug naar vandaag, want wie hebben we te gast? Albert Elsenaar is oprichter en eigenaar van de Power Community. In 2014 zag hij de markt snel veranderen. Hij zag dat kwaliteit steeds minder belangrijk werd en hij wilde daar graag op inspelen. En vandaag is hij hier om zijn kennis met ons te delen. Dus welkom allemaal en leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Gezellig. Ja, ondanks de sneeuw, hè? Ondanks de sneeuw, ja zeker. Nou, het zonnetje schijnt al buiten, dus het, volgens mij gaat het weer dooien. Maar ik hoorde dat we konden gaan schaatsen binnenkort. Ik weet niet hoe jullie... Staan jullie goed op schaatsen? Ik was vanmorgen in het Vondelpark en ik zag iedereen al met schaatsen lopen, maar er was niemand op het ijs. In Utrecht, kroegentocht, zaterdag volgens mij, wordt georganiseerd. Kan je dus langs 11 verschillende soorten steentjes schaatsen. Oh. Glühweintjes halen, dus ik ben ervoor. Albert, ben jij van het schaatsen en introduceer jezelf even? Nou, of ik van het schaatsen ben, eigenlijk niet. Het is al wel lang geleden dat ik überhaupt op schaatsen heb gestaan, dus het wordt wel een keer tijd. Nice. Maar vandaag praten we niet over schaatsen, maar vandaag praten we natuurlijk over de Power Community en over, over jou als persoon. Ik heb je net al kort geïntroduceerd. Kun je jezelf even voorstellen aan de luisteraars? Wie ben je en wat doe je? Nou, ik ben Albert Elsenaar, al heel lang bezig in de sportbranche, begon als docent. En vanuit daaruit eigenlijk als, noem het als hobby, naast het zeg maar docentschap personal trainer geworden. Bij mijn ouders in de schuur. En toen gestart met een bootcamp en dat is uitgerold tot, tot 400 leden zeg maar, die aan de gang waren in het bos. Nou, 400? 400, ja. Dat is best, ja, dat was een flink aantal. Het was echt in het begintijd toen bootcamp nog in opkomst was. Alleen er was wel behoorlijk vrijblijvend, hè? Dus een rittenkaartsysteem. En dat was toen de tijd, vonden we dat interessant, want ik had in de zomervakantie, was natuurlijk vrij. En vroeger zaten in de zomervakantie de sportscholen dicht. Toen dacht ik, hé, hier echt is... Echt waar? Ja. In ieder geval in Veenendaal. Ah, oké. Dus toen dacht ik, goh, hier is markt voor. En ik was natuurlijk als docent 6 weken vrij. Dus ik denk, goh, als de sportscholen dicht zijn, ga ik juist zorgen dat die mensen aan het sporten komen. Nou, toen op een gegeven moment was het met name een gezelligheidsclub. Hè? Dus mensen kwamen wanneer ze zin hadden. En als ze er waren, moest je echt vragen om de aandacht. Want dan stond je met 50, 60 man op zo'n veld. Ja, dat is best pittig. En dan verdeeld over een aantal trainers. En toen op een gegeven moment zei hij, dit werkt niet. In ieder geval, wij willen als personal trainer wil je bekend staan om resultaat. En als je met een rittenkaartsysteem, als je komt wanneer je zin hebt, dan haal je niet per se veel resultaat. Ze dachten, goh, dat moet anders. En zo is eigenlijk de start geweest van de Power Community. Nou, dat is wat je eigenlijk zei. Hè? Je zag van de markt was aan het veranderen. Je zag dat het een beetje steeds minder kwaliteit werd, minder resultaatgericht. En jij zei, ik wil staan voor kwaliteit en resultaat. Ja. Boom. Ja. Vanuit daar is dat echt ontstaan. Ja, vanuit daar is dat ontstaan. En toen dacht ik, goh, hoe ga ik nou zorgen dat het commitmentniveau van de klant verhoogd wordt? Zodat automatisch zeg maar, het resultaat, dus zodat ze vaker gaan trainen. Als ze vaker gaan trainen, boek ik automatisch meer resultaat met de klant. Nou, toen zijn we gestart met langere trajecten en vooruit betalen het hele traject. Om ook wat meer commitment te krijgen dan? Exact, ja. Okay. Ja dus, en dat werkt ontzettend goed. Want je krijgt de mensen binnen die er echt voor willen gaan. Dus die echt gecommit zijn om een bepaald doel te halen. Nou, en toen hadden we... Noem het minder leden, meer resultaat, minder trainers, minder materiaal. Dus we wonnen aan alle kanten. En ik kon het meer naar mezelf halen, dus ik was minder afhankelijk van mijn trainers en kon zorgen dat ik zo meer resultaat boekte met mijn klanten. En ja, zo is dat verder uiteindelijk uitgekomen. Het klinkt ook een beetje als meer netto resultaat voor de business, als ik het goed begrijp. Ja, exact. Ja. En kan je misschien het concept van de Power Community uitleggen in één zin? In één zin? Goh, dat wordt een lastige. Ja, twee dan. Ja, ja, nou ja, nou, als je puur de naam ontleedt, dan is het Power Community. En Power staat voor Power for Body, Power for Life. Nou, dan gaan we straks ook verder op in met de vier B's. Precies. En de community staat de community van de vestigingen. Dus de personal trainers onder elkaar. Maar ook de community binnen de vestigingen. Dus de ondernemers onderling. En de ondernemers zijn dus... Ondernemers zijn bij jou, als ze bij jou zijn ze ondernemer. En sporter tegelijk, als ik goed begrijp. Ja, exact. Dus de doelgroep waar wij ons op richten zijn met name ondernemers of aanverwanten. Dus mensen met een
een goede loondienstbaan of mensen die zich aangetrokken voelen tot de doelgroep of die juist bereid zijn heel erg resultaatgericht te trainen. Dus daar hoef je geen ondernemer voor te zijn, maar die voelen zich daarbij wel aangetrokken om in een rechte lijn zeg maar, naar een bepaald doel te gaan. Ben je daar specifiek voor gekozen voor dat segment eigenlijk, als ik dat zei, bij de Power Community? Nou, dat gebeurt eigenlijk automatisch doordat je je prijzen ietsjes verhoogt, langere termijn mensen commit, trek je automatisch een andere doelgroep aan. Dat wist ik wel van tevoren, maar toen wist ik wel van goh, nu moet ik het ons gaan richten zeg maar, op de ondernemers. En het was ook wel zo, tijdens mijn 1-op-1's die ik toen de tijd al gaf, mijn passie was echt het verhaal achter die ondernemer. Dus waarom boekt iemand nou geen resultaat? Nee, en precies. Wat mij altijd dat integreerde, zo van goh, wat is het nou waarom de ene klant wel resultaat boekt en de andere niet? En vaak zat dat niet zozeer aan mijn training, want ik denk, waarom werkt die ene training wel bij de ene en dan niet bij de andere? Even zwart-wit gezegd. En vaak lag dat bij of werkgerelateerde problemen die er waren, of uitdagingen juist positief, of een thuissituatie waarbij dat allemaal niet even soepel ging, of het stressniveau. En toen dacht ik, ik kan wel een nog betere trainer gaan worden, alleen dan ga ik niet meer resultaat mee boeken, want het probleem zit niet in mijn training, nee, het probleem precies. zit bij die persoon. Of probleem, zeg maar, daar ligt de sleutel zeg maar, tot het succes. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen en daardoor is coaching ontstaan. Ja. Interessant. Dat gaan we zo even hebben, want laten we gelijk een beetje erop induiken. Want de 4 B's van de Power Community. Je noemde het net al even heel kort, hè? Body, being, balance en business. Ja. Was dat ook net een beetje het verhaal hoe je daar bent opgekomen dan? Ja. Hè? Dus je wilt dus eigenlijk die facetten van de mensen, van dit probleem of van de touchpoints liggen bij de mens. Ja. En daar gaan jullie je dan ook op richten. Exact. Hoe kun je die eventjes die 4 B's... Kun je het even uitleggen wat ze dan precies betekenen? Want body klinkt natuurlijk heel objectief. Ja. Nee, klopt. Ja, body is natuurlijk ook wel breed. Hè? Dus het is niet alleen zeg maar 5 kilo afvallen of juist meer spiermassa krijgen. Of juist gewoon gezonder leven of lekker in vel. Dus dat is veel breder of gezond eten. Maar het verhaal zeg maar, van onze doelgroep is... Nou, onze doelgroep zit ongeveer tussen de 35 en de 45. Dat is de grootste groep. Rond je 30ste... verandert er een hoop. En rond je 30ste denken mensen aan kinderen als ze het kunnen krijgen. Rond je 30ste gaan mensen een switch maken in nou baan. Een beetje bang maken? ik weet het niet, maar rond je 30ste denken switchen mensen vaak van baan of gaan ondernemerschap in. Even kijken, rond je 30ste. In ieder geval nog. Stoppen mensen vaak met de topsport of de sport die ze altijd goed hebben gedaan. En dan zijn ze 35, zijn ze 10 kilo zwaarder, hebben meer stress, hebben denk ik zeg maar kinderen gekregen. De man-vrouw verhouding is veranderd, want je hebt in één keer eigenlijk een bedrijfje thuis te runnen. En dan denken ze denken, hey shit, wat is hier misgegaan? Ik heb het laten versloffen of zo. Exact. En dan kloppen ze aan en zeggen ze, joh Albert, ik wil afvallen, zeg maar. Daar begint het vaak mee. En dan komen we erachter dat er op veel meer facetten eigenlijk een onvoldoende wordt gescoord. Waar ze aan willen werken. En toen dachten we, goh, als ik meer resultaat wil boeken op de body, moet ik een totaalpakket gaan aanbieden. En zo ben ik letterlijk gedoken in de coaching. En wat is dan het stukje van being? Dat vind ik toch heel interessant. Dat zegt me niet zoveel. Kun je dat uitleggen? Ja, dat is de mate van stress die je ervaart. He, dus vaak als ik de vraag stel aan een ondernemer van, goh, wat zou hetgene zijn, stel iemand zegt, joh, op stressniveau geef ik mezelf een 5. Oké, wat zou ervoor zorgen dat het een 8 wordt, zeg maar, dus dat het beter is. En vaak weten ze donders goed van, goh, ik zou in plaats van 80 uur moeten werken, zou 60 misschien ook goed moeten zijn. En zou ik deze acties moeten doen. Ik zou meer quality time met mijn vrouw en met mijn kinderen moeten hebben. Dat weten ze vaak ook wel. En ze weten van, zou ik op woensdagmiddag graag bij de kinderen willen zijn of op willen halen of wat dan ook. Maar wat is het nou dat het... ervoor zorgt dat ze dat niet doen. Ja. Dus wij zorgen er eigenlijk voor dat datgene van wat ze weten, wat ze moeten doen, daadwerkelijk ook gaan doen. En denk je dat dit een ondergeschoven kindje is bij de meeste personal trainers, dat being gedeeld? Ja, 100%. Ja, ik zeg vaak dat het komt vaak uit een boekje, maar het is niet oprecht. Nee. Dus je ratelt iets af. Precies. En waar wij ons op focussen is met name zeg maar, het verhaal achter die ondernemer, daar duiken we in. En wij zorgen dat onze personal trainers, onze franchise-nemers, ontzettend goed wordt in luisteren en doorvragen. Is het dan ook daadwerkelijk zo dat je het ook
zwaarder vindt wegen dan het bodygedeelte bijvoorbeeld? Dat je moet zeggen, ik vind eigenlijk misschien being nu wel belangrijker dan body? Wij zeggen altijd het start bij body. Dus we starten letterlijk met trainen. Mm-hmm. Maar ze wegen eigenlijk allemaal net zo zwaar. Alleen de ene heeft vaak net even iets meer de bovenhand dan de andere. En dat zou je misschien zelf ook wel herkennen. De ene keer heb je meer stress op je werk en de andere keer heb je lichaam weer versloft en gaat het op je werk weer wat beter. En de kunst is eigenlijk om ze alle vier in balans te houden. En we zitten zeg maar, ja, onze publiek nu zijn fitnessondernemers. Dus ze zijn zelf ook ondernemer. Maar je hoort niet vaak dat het stukje business terugkomt bij personal training of bij begeleiding. Ja, wat is dat eigenlijk? Hoe bedoel je? De vier B's, business. Ja. Wat betekent dat bij jullie? Ja, oké. Okay. Ja, in het concept moet je het eigenlijk als volgt zien. Wij zijn geen business coaches. Dus dat wordt wel eens verward dat wij business coaches zijn. Nee, dat zijn we niet. Wij zorgen ervoor, dus op het moment dat je fysiek fit bent, minder stress ervaart en thuis op orde hebt, heeft dat direct effect op je business. Op die manier. Ja. Daarnaast is onze doelgroep zijn ondernemers, dus dat is ook het stuk business. En wat wij doen met onze vestigingen, is dat de personal trainer niet alleen coacht, niet alleen traint, maar daarnaast ook een verbinder is. Dus het business stuk als het gaat, business to business, ze zorgen ervoor, als ze horen, hey, ik ben op zoek naar iemand in de staal, oké, laat mij jou eens in contact brengen met die. Dus we zorgen naast het hele totaalplein, het gaat om coaching, ook nog eens een keer dat er een meerwaarde zit voor de klant, dat ze verbonden worden met de andere klanten. Ja, echt dat community gevoel. Exact. Ja, daar komen we straks nog even verder ons gedeelte uiteraard op. Hey, en hoe zorg je dan dat die vier B's met elkaar samen communiceren? Of hoe zorg je ervoor dat je een goede evenredige verdeling hebt tussen al die vier B's? Lijkt me best lastig, want ik bedoel, heel veel personal trainers die geven aan, en wij spreken natuurlijk best wel veel personal trainers in de markt, die zeggen ja, ik doe ook mentale coaching en zo. Ja. Maar hoe ziet die workflow bij jullie een beetje eruit? Ja, nee, wij spreken wekelijks dus met de klant, waarin eigenlijk de rode draad continu ook de 4B's zijn. En als we kijken op onze social, de rode draad is continu de 4B's. Dus je kan nog een heel strak lichaam hebben, maar nog steeds heel veel stress ervaren. Zeker. En de kunst is hè, voor de meeste ondernemers om juist zo goed als mogelijk te presteren op de zaak. Want daar wordt het geld verdiend, zeg maar. Mm-hmm. En vaak zijn ze niet eens, hebben ze niet eens de vraag om een sixpack te krijgen of wat dan ook. En ik denk dat de meeste personal trainers gefocust zijn om maar te zorgen dat iemand zo min mogelijk vet heeft. En zo goed mogelijk in de spiegel eruit ziet. Maar de meeste zijn eigenlijk gewoon, als je puur doorvraagt, van goh, ik wil gewoon energieker zijn, fitter zijn thuis en op het werk. En dan maakt die hele sixpack eigenlijk niets meer uit. Nee. Dat is een mooie bijkomstigheid. Het is een mooie bijkomstigheid. En vaak zijn ze niet bereid het werk daarvoor te doen. Nee. Dus ze willen best wel wat gezonder eten, maar dat biertje en een wijntje in het weekend is ook belangrijk. Ze moeten ook dat bij vinden ze, ja, willen ze ook graag blijven doen. En tuurlijk, ik zeg ook altijd, wil je een bepaald doel, hè, dus stel je wil heel veel kilo's afvallen, ja, dan moet je bereid zijn een tijdje dat op te geven. Ben je dat? Dus hoe gecommit ben je daarvoor? Ja, en is dan eigenlijk de key, de communicatie van hoe ver, wat is dat einddoel en hoeveel wil je erin geven? Ja, dus het resultaat staat bij ons altijd is het belangrijkste. Het is niet wat wij vinden, maar wat zij willen. En ja, het kan zijn dat er af en toe een verschuiving in de B komt. Ja, okay. En de kunst is voor ons om te signaleren welke B op dat moment het hardst nodig is. Zeg je dan ook eens nee tegen een klant? Als dan een klant komt met een bepaald doel en zeg je, nee, sorry, dit past gewoon eigenlijk helemaal niet bij onze vier B's bijvoorbeeld. Ja. Ja, natuurlijk. Nee, alleen het kan soms zo zijn dat iemand binnenkomt aan body dat hij de rest eigenlijk nog niet ziet. Want heel veel ondernemers, eigenlijk heel veel mensen, dus laten we het even in het algemeenheid, dan kom je binnen en we laten ze nog niet achter ze van de tong zien. En dan denk ik soms, oké, laten we gewoon starten met trainen. En terloops wordt iemand toch wat vrijer en opener. En kom je erachter dat er misschien nog wel wat meer is. En als het niet zo is, is dat ook oké. Ja, maar je bedoelt eigenlijk het echte verhaal erachter. Iemand die binnenkomt, 5 kilo verliezen en dan zeg je, ja, als je 80 uur per week werkt en je sport helemaal niet, ja, dan wordt het lastig. Hè? Om dat besef, dat moet kunnen indalen, denk ik. Dat is vooral ook is, toch? Ja, maar ook wel van, goh, hey, snotta, wat ga jij mij nou vertellen over hoe ik mijn leven moet leiden? Zeg maar. Dat is zeg maar de eerste gedachte van sommige mensen, laat ik het maar even zo zeggen. Vrouwen zijn wat sneller opener en mannen duurt dat soms wel even. Dat is afhankelijk van de grootte van het bedrijf vaak, hoe arrogant iemand is. Of arrogant, wat geslotener iemand is. Ja, zeker. En dan is de kunst voor jou als persoon, dus wie jij bent, om te zorgen dat die persoon eigenlijk wat meer gaat geven, zodat je de kern raakt waarom die uiteindelijk bij jou is gekomen. Ja, interessant. Ja, nou zeker.
Hey, voordat we ook wat meer over je journey straks gaan kletsen en zo, vond ik wel heel opvallend dat je in ons gesprek daarvoor vertelde dat het uitvalpercentage zo laag bij jullie is, bij de Power Community. Hoe kun je dat verklaren? Want ik denk dat wereldwijd, en bedoel, zien wij dat de uitvalpercentages, retentiecijfers bij fitness natuurlijk best wel heftig zijn altijd, ja, als we het zo moeten zeggen. Hoe verklaar je dat? Want je zei dat je zelfs nul verloop had nu, hè, op dit moment. Ja, op dit moment is er, ja, ik kan niet van alle vestigingen spreken, maar het verloop is echt, nou, laten we zeggen, minimaal. Nul vind ik altijd zo. Knap. Ja, nou, helemaal in deze coronatijd. Je zou het bijna niet durven hardop te zeggen. Nee. Maar daar kunnen mensen van leren weer, toch? Ik bedoel, dat is natuurlijk, ja, mooi van dit. Ja. Ja, ja. Ja, ik denk met name de kleinschaligheid. Hè. Dus wij hebben ongeveer een, zeg maar tussen de 50 en de 150 members per studio. Mm-hmm. En dan is het ook goed te behappen. Iedereen kennen we bij naam. We weten wat voor, zeg maar, of ze kinderen hebben. We weten waar ze werken. We weten alles van die mensen. Dus ja, als ze ook bij ons binnenkomen, het is gewoon, ja, ze komen binnen in een warm bad. Ik, ja, bad, ja. Vanmorgen kom ik, train ik om half zeven en om 6 uur staat die persoon nog voor de deur om eventjes een gesprek aan te gaan. Je om traint ook bij je eigen trainers nu dan? Ja, ja. Zeker, lekker. Nice. En volgens mij was dat in Veenendaal. Ja. En dat was ook jullie eerste club. Inmiddels bestaan er 11 locaties. Ja. Team Franchise gaf je aan. Ja, hoe ziet het franchise concept eruit? En wat verwacht jij van die franchise-nemers? Misschien is dat wel de kern. Ja, op het moment dat ze bij ons binnenkomen, de meeste personal trainers zijn in de kern niet per se een ondernemer. Hè? Dus die hebben iets, die zijn ergens heel goed in geworden, door opleidingen en een stukje passie. En daarna denken ze, goh, ja, ik zou er eigenlijk wel een business van willen maken. Mm. Maar de meeste personal trainers zijn niet in staat om een echte business op te zetten, om ervan te leven. Dus vaak is het nog een 50-50, weet je wel, een klein beetje loondienst, een klein beetje training. Maar om er echt een job van te maken, dat zijn er niet zo heel veel. En degene die het wel hebben, die, ja, die zijn al aan het struggelen om de rekeningen te betalen. Die laatste niet, die wel de laatste een keer over welke personal trainers, die, ja, zijn al 10 jaar bezig. Ja. Zijn er, ja, een handvol misschien? Ja, het uitvalpercentage is geloof ik 80-90% binnen 5 jaar is al weg. Ja. Wat wij doen met hun is vanaf begin af aan heel veel stoppen, zeg maar, in wie de persoon is. Dus wie de persoon is op dit moment nog niet in staat om een business te runnen. Dus vaak is het ook een switch in wie je op dit moment bent, mm-hmm, trek je aan. Ja. En als je wil gaan ondernemen met ondernemers, betekent toch dat die ondernemers jou moeten gaan kopen. En dat start bij jezelf. En vaak heeft dat wel een aanloop. En daarom is voor ons ook, ons franchise concept is niet van, goh, we plakken een logo op het raam en dat is het. We stoppen heel veel in opleiding, intern, bij elkaar meelopen, van elkaar leren, elke maand een live dag. Ja, want dat had je, want waar bestaat precies het traject dan uit? Je geeft al een live dag aan, je zegt opleidingen, hoe moet dat zien? Want je maakt eigenlijk een personal trainer, een succesvol ondernemer, je zegt, ja, ze kopen de ondernemer. Hoe ziet dat traject bij jullie eruit dan? Ja, die eerste 3 maanden zijn heel intens. Waarbij we echt gewoon van hoe run je een zaak tot aan hoe coach je, hoe luister je, hoe is je gespreksopbouw. Mm-hmm. Onze filosofie, zeg maar, als het gaat om coaching, maar ook qua trainen. Hoe is een training opgebouwd? Hoe coach je binnen een training? Want binnen de training, ja, is misschien nog wel het meest interessant. Ik kan straks wel wat verder over doorgaan. Precies. Want wat iemand op de vloer doet, doet hij ergens anders ook. Ja. En dan daarna is het gewoon meelopen met een andere studio, stukken zelf geven en vanuit daaruit voor jezelf beginnen. Dus de aanloop kan wel een half jaar tot soms een jaar duren. Ja, want je wordt echt opgeleid tot ondernemer. Exact. En dat is natuurlijk heel wat anders dan een opleiding tot een top personal trainer. Lijkt exact, dat is, ja, dat is gewoon een wereld van verschil. Ja. Ik heb hier een vraag. Ik wil dat je even ja of nee gaat beantwoorden. Oké. Okay. Kun jij van iedere personal trainer een succesvolle ondernemer maken? Nou, dan is de definitie van succesvol misschien nog. Kijk, wat is succesvol? Voor iedereen. Met jouw pijlers, met die 4 B's. Oh, jij zegt van oké, een succesvolle studio. We hebben vast wel KPI's gesteld op een succesvolle studio runnen. Als we nou zo'n ondernemer zou pakken, kun je van elke personal trainer zo'n succesvolle ondernemer maken dat jij die mensen in de studio. Wat heel simpel: succes is een goede boterham. Huh? Dus ja, maar je kan ook definiëren wat is een goede boterham uiteraard. Ja, ja. Maar jij hebt natuurlijk KPI's gesteld op een goed lopende studio. Ja.
Ja, ik denk, ik kan van heel veel personal trainers, laat ik het dan even zo zeggen, een goede ondernemer maken, maar niet iedereen is geschikt voor de Power Community. Oké, okay. En waarom niet dan? Nou, omdat de doelgroep, dat is één, tarief die je vraagt. Kijk, als je 50 euro voor personal training vraagt, die, met alle respect, kan je die bijna aan de telefoon verkopen. Dan gaan die tarieven al hoger, zeg maar, naar 60, 70, 80 per uur, 90. Ja, dat vraagt wel wat van de persoon. Dus wat bied jij dan waarom jij dat tarief zou kunnen vragen? De personal training is nou letterlijk heel personal en je hebt een contact twee keer in de week, behoorlijk intens, maar als ze jou niet kopen als persoon, als personal trainer, ja, dan zal die nooit klant bij jou worden. Dus wat een klant of een potentiële klant doet, die gaat kijken van, goh, ben jij degene die bij mij het resultaat gaat geven die ik voor ogen heb? Is het antwoord nee, ja, dan komt hij niet terug. Nee. En daarom zeg ik ook wel eens bij een lager bedrag, hoef je ook wat minder te eisen van het personeel. Precies. En bij een hoger bedrag, ja, dan moet alles tot in de puntjes kloppen. Ja. En denk je dat personal trainers over het algemeen in Nederland te weinig vragen voor een sessie bijvoorbeeld? Nee, dat zeg ik niet. Sommigen is het gewoon beter dat ze wat minder vragen. Ja. Enerzijds kwaliteiten, dus competentieniveau. Anderzijds is het coachend niveau. Ja, en dan moet je gewoon eerlijk zijn dat... Daar zit gewoon een mega groot verschil in. Ja. Net als bij restaurants of zo. Is dat ja, nou ja, maar ja. Ik bedoel, jouw prijs is natuurlijk wel significant hoger vergeleken met een normale sessieprijs, als ik het goed begrijp. Er zit natuurlijk best wel een grote gap. Ja, ik heb het altijd over investering versus kosten. Bij de meesten zullen het echt kosten zijn, bij ons echt een investering. En in het voorgesprek had ik het er ook over. Bij ons kost het geen geld om te komen trainen, maar het levert je geld op. Precies. En dat is een interessante mindset. Ja, kijk, en die kan je pas waarmaken op het moment dat je een bepaalde community hebt. Hè. Als het je eerste klant is, wordt het lastig. Maar op het moment dat je community groot genoeg is en je goed weet te verbinden en echt een persoon bent van de plaats. Want ik zeg ook altijd, creëer jezelf als de bekendste, de beste personal trainer van je plaats. Dat is de mindset die je moet hebben. En wat moet je daar dan voor doen? En wie moet je daarvoor zijn? En wie moet je daarvoor in je binden? Exact, ja. Nou, en dat gaan we uitzoeken. En dan is... Dan zijn de acties automatisch al op en de social media, ook op je posts, je branding, et cetera, alles moet kloppen. En als je dan zegt van, maar wat zijn de kernkwaliteiten dat je als personal trainer wel succesvol ondernemer kan worden? Misschien kun je een paar uitleggen. Ja, een stukje senioriteit, charismatisch, coachend vermogen. Maar charismatisch is ook iets wat je moet hebben of niet? Het is ook iets wat je, of kan je dat ook leren volgens jou? Ik zeg dat je alles kan leren, als je het maar vaak genoeg doet. Okay. We hadden het net al over van, goh, dit is niet iets wat ik wekelijks doe. Maar doe je dit 100 keer, wordt dit normaal. Ja, je doet het voor de eerste keer best wel goed. Nou, dankjewel Mitch. Ja. 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 Nou, Daan struggelt nog steeds elke keer, dus we doen nu het bijna 100 keer. Ja, maar zo werkt het wel, maar dat is met alles. En vaak, wat mensen weten dan wel van, goh, het zou voor mij goed zijn om wat vaker op de camera te verschijnen. Ja. Of ik moet meer op social media gaan doen. Ja, heeft het mijn voorkeur? Ja, absoluut niet. Werkt het? Jazeker. Precies. Nou, en ik zeg altijd, goh, als het voor je doel werkt, doe het. Ja. Learning by doing, hè? Ja. Dat is echt zo. Ja. Gericht op die community, want daar kunnen we eigenlijk nog eventjes wel wat dieper op induiken. Want het is geen businessclub, zeg je, maar het is wel een heel groot onderdeel van jullie. Hoe doe je dat nou precies? En hoe moeten we dat nou echt voor ons zien? Ja. Want iedereen praat, want we krijgen de laatste tijd veel... Mensen over communities bouwen en we weten dat het belangrijk is. En, bijvoorbeeld CrossFit. Ik weet van CrossFit, ik heb getraind bij een box. Die mensen waren zo, die gingen met elkaar barbecuen. Die gingen met elkaar daar weer een hapje eten. Heel gezellig. Maar hoe staat bij jullie zo'n community? Ja, ons marketingmodel zit eigenlijk grotendeels in events. Dus bijeenkomsten. Het kan de ene keer zijn een nutrition course of zeg maar gewoon dus over voeding spreken of een kookworkshop, ik noem even wat. De andere keer is het een bedrijvencompetitie waarin je 2 tegen 2 met verschillende bedrijven, we hadden het net over voetballen tegen elkaar, dat doen wij met onder andere ook met sport. Ja, zeker. Dus wij hebben dus ook niet alleen maar de 1-op-1, maar ook de 1-op-6. En de 1-op-6 zijn altijd dezelfde personen. Ja, maar dat was een hele goede die je aanhaalde vorige keer. Jij deed vaste groepen, toch, of niet? Vaste groepen, ja. Dus hetzelfde als personal. Die train je ook 2 keer op een vast moment. Mm-hmm. Dat doen we met de groepen exact hetzelfde.
En die groep die heeft allemaal iets gemeenschappelijks. Dus het kan zijn dat je ze bij elkaar stopt om af te vallen of juist spiermassa aan te komen. En dat kan ook weer zijn dat het nou, bijvoorbeeld een vrouw van een ondernemer is die we dan gemeenschappelijke doelen, maar ook interesses hebben. En je hebt ook zo'n groep met allemaal, nou, wij noemen dat de rouwdouwers, zeg maar gewoon gooi- en smijtwerk. En die vinden het gewoon tof om gewoon nou, even... De type Mitch. De type Mitch van deze wereld, ja. Ja. Die stoppen bij elkaar en die hebben daarna die zitten daarna nog even een bakkie te doen. En die hebben een toffe avond. En die stoppen dan ook bij elkaar. Dus het is, dat is in de groepen. Voordat we doorgaan naar de volgende vraag, heb ik nog één vraag. Van, als we het hebben over al die kernkwaliteiten, die gaf ik aan. Ik vind het een heel mooi woord. Je was op zoek naar een soort ubermensch. Hè? Dus heb je nog steeds die beleving dat het allemaal... al die kwaliteiten bij één persoon kunnen zetten? Of? Nou, die, daar ben ik wel een beetje van teruggekomen. Dat is wel mijn ideaal plaatje. Hè. Dus mijn ideale ondernemer voor een vestiging is wel een trainer, een coach. Dus een, letterlijk een senioriteit. Ja. Een verbinder. Een salespersoon. En dat alles in één, zeg maar. Ja, die lopen er niet zo heel erg veel. Ja, dat zijn er maar een aantal die dat hebben. Nou, die vallen, heel veel zijn wel zover te krijgen, maar van een 5, een 7 maken, die vind ik niet zo interessant. Maar ik wil juist die 7'tjes om een 9 van te maken. En daar ben ik naar op zoek. Daarnaast gaan we ook wel wat meer verdelen. Mm-hmm. Ja, dus dat betekent als er een goede coach komt, gaan we wel kijken van oh, misschien kunnen we daar iemand bij schuiven. Zodat de kwaliteit hoog blijft op al die niveaus. Want het is natuurlijk een illusie om te denken dat je al die punten top bent. En, maar daar gaat tijd in zitten, dus het kan wel, want alle vestigingen die wij nu hebben zijn echt, echt allemaal toppers. Het zijn allemaal ubermensen bijna aangrijpbaar. Ja, in ieder geval allemaal geworden. Ja. 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 Mag je best trots op zijn, denk ik, of niet? Ja, ik ben super trots op ze. Ja. Ja. Ja, lijkt me ook heel, heel gaaf en heel knap om zoiets neer te kunnen zetten. We hadden het net al even kort over de klantwaarde creëren en uiteindelijk daardoor meer rekenen voor een PT-sessie. Wij vonden dat best wel een interessant onderwerp om vandaag ook in het webinar te bespreken. Ja. Juist omdat er inderdaad, we gaven het net al aan, een beetje een prikkende vraag van vind je dat personal trainers in Nederland hier misschien te weinig geld vragen voor een PT-sessie? Ja. We krijgen ook veel die vragen vaak. Maar ik heb even de prijzen van jullie programma's bekeken en wat ik bijzonder vind is dat jullie goedkoopste aanbod is €218 per maand. Ja. Dat is best een fix bedrag. En ja, ten opzichte van anderen is dat dus best wel hoog. Kun je die nog even een keertje uitleggen van waarom dat zo'n groot verschil dan daadwerkelijk is? Nou, sowieso natuurlijk de kwaliteit en alles wat ik net al heb genoemd. Mm-hmm. Hè? Anders val ik in de herhaling. Ja, precies. Ja. Ja, ik vergelijk het vaak met een sterrenrestaurant. Met een sterrenrestaurant zijn over het algemeen minder tafeltjes. Je krijgt meer aandacht en de avond duurt wat langer, zeg maar. En de kwaliteit is top. Ja. Als je onze studio's ziet, die zijn allemaal zo rond de, nou, laten we zeggen, 200 tot 500 vierkante meter. Zo'n grote studio. Ja, waarbij je dus met z'n zessen staat met een trainer. En dus dat betekent, er is veel ruimte, er is heel veel aandacht voor die persoon. En natuurlijk draaien er ook wel eens twee groepen naast elkaar, maar dat zijn vaak zelfs een uitzondering. En personal training staat soms ook gewoon in zijn eentje in zo'n zaal. Of met z'n tweeën misschien, dat er twee personal trainers staan. En dat kan dan ook. He, dus die exclusiviteit en die persoonlijke aandacht, die kan je daarmee wel bieden. Mensen houden van ruimte. Of ik heb dat bedacht dat mensen dat fijn vinden. Maar over het algemeen houden mensen van ruimte. En niet dat je continu op de vingers wordt gekeken. En ondernemers onderling, soort zoek soort, ja, werkt gewoon goed. En, wat ik heel erg terug hoor, is eigenlijk het keyword is aandacht. Ja. En natuurlijk een bepaalde exclusiviteit. In Veenendaal zit de club in een kerk of zoiets. Misschien is dat een leuk verhaal. Ja, nou, ik ben lang op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en we kwamen uit bij de kerk. Het was een oud theater en zelfs van vroeger uit was dat een kerk voor ondernemers. Dat is geen grap, dat is echt waar. Dus was een kerk waar met name ondernemers zich aansloten. Verenigingsgebouw ook wel. Ja, dus dat matchte natuurlijk perfect met wat wij doen. En in Veenendaal staan veel kerken en we zitten natuurlijk... in een gelovige omgeving. Dus als je dan ook nog eens een keer een privé-studio in een kerk gaat doen, ja, dat is sowieso anders dan de rest. En aangezien we al anders zijn dan de rest, vond ik dat een perfecte match. Ja. Ja. Hey, en je hebt het dan ook inderdaad over, dit gaat echt puur op een plaats gericht. Zou je dan bijvoorbeeld ook ergens in, want je zit natuurlijk ook in Duitsland, België,
als je dat, zo'n studio ergens anders plaatst, moet je dan nog rekening houden met die omgevingsfactoren? Of moet je dan, want kan je zeggen bijvoorbeeld nu een personal trainer waar Daan vandaan komt in Limburg uiteraard, kan je daar zo'nzelfde bedrag vragen als in Amsterdam? Of? Nou, dat zijn we aan het uitzoeken of dat anders is. Of, dat, of in Zuid-Limburg minder zouden moeten vragen dan elders. Op dit moment zijn alle bedragen gelijk. Maar ik sluit niet uit dat er misschien een keer een verandering in gaat komen per regio. Maar tot nu toe lopen we daar nog niet tegen een lat aan. Bijvoorbeeld in andere landen, Duitsland en België, heb je daar was al... hetzelfde. Was hetzelfde? Ja. Wat je toch bijvoorbeeld ziet in Amerika, vragen ze over het algemeen PT-sessies zijn natuurlijk ook de prijzen best wel sky high. UK ja. Weet ik goed ook. Ja. Nogmaals, ik vind het niet hoog, hè? Dus nee, voor hetgeen wat je krijgt... Dat is mooi die insteek die je hebt van ik vind het niet hoog. Gelijk wat je zou zeggen, ik vind het niet hoog. Ja, je zegt meer, dat is een investering in jezelf. Het is een andere mindset. Dat is wat ik het een beetje proef. Nou ja, kijk, op het moment dat je eigenlijk een trainer hebt die volle bak voor resultaat gaat. Hè, dus bij waar boek je nou echt resultaat? Als je allemaal die korte trajecten hebt, bijvoorbeeld van 10 lessen voor 500 euro. Dat doen de meeste personal trainers. Maar boek je dan echt het resultaat? Zeg je, ik wil 20 kilo afvallen. Oké, ik heb een 10 strippenkaart. Ja, ben je na die 10 strippen dan die 20 kilo? Nee, dat is niet zo. Nee. Dus, Hoe ik dat bijvoorbeeld met mijn eigen studie heb opgelost, dat was een praktisch voorbeeld ook. Ik werk uitsluitend met abonnementsvormen. En dat is ook vanwege het feit dat als mensen zich gaan committeren, op het moment dat ze een abonnementsvorm gaan committeren, ze kunnen er elke maand gewoon opzeggen, al doen ze het 4 weken. Ik weet dat ze langer blijven, maar op het moment dat ze een abonnement aangaan, weten ze, hey, ik ga dat voor een wat langere tijd aan. Ik ga mijn doel niet halen binnen een bepaald aantal weken. En met een strippenkaart neem je stripkaart af met het gevoel van, oké, naar die strippen ben ik daadwerkelijk ook echt klaar. Ja. Dus dat zijn toch wel voor twee verschillende werelden. Lekker vrijblijvend, je kan er af van wanneer je dat wilt. Of werk je bijvoorbeeld met jaarcontracten of hoe doe je dat? Nee, het is 3 of 6 maanden. Een beetje afhankelijk van het traject. Maar wij zeggen ook letterlijk van, goh, wat wil je na 6 maanden bereiken? En dat doen we een breakdown zeg maar naar per maand. Mm-hmm. En maak je daar een commitment op. En het is zelfs zo, als je het niet hebt gehaald, wat dan? Ja. Ook als je het wel hebt gehaald, wat dan? Maar als je het niet hebt gehaald, wat dan? Dat mogen ze zelf bepalen. Mm-hmm. Maar moet het wel dusdanig prikkelen dat ze het doel ook gaan halen. Ja. Dus daarom kan ik ook wel echt zeggen van, goh, dat ze het resultaat zeg maar gewoon gaan krijgen. En jouw visie wat we ook al hadden van, wat maakt iemand nou een goede trainer? Welke skills heeft iemand nodig? Het gaat niet om diploma's, maar om die persoon. Ja. Kan je een beetje jouw visie daarop uitleggen? Want... Ja, als ik kijk naar, er zijn heel veel personal trainers die bijvoorbeeld wel heel goed geschoold zijn, maar heel moeilijk aan de man kunnen brengen. En ik zeg eigenlijk altijd, zorg dat je tijd investeert in wie jij bent als persoon. Mm-hmm. Train daarop, ga met veel mensen in gesprek, ga op een verjaardag naast mensen zitten die je niet kent, ga ze een echt gesprek aan. Ga daar gewoon eens mee trainen, in plaats van alleen maar te focussen op beter worden als trainer. Natuurlijk, het is niet dat ik zeg dat je niet competent moet zijn, want dat is het niet. Alleen vaak de ontbrekende factor is wie je bent als persoon die het niet verkocht krijgt. Nou ja, want je hebt dan inderdaad straks dan mensen die luisteren straks, die denken, nou, ik heb die diploma's wel en ik weet zeker, ik kan die 100 euro vragen. Ja, hoe moeten ze dan dat gaan vormgeven? Hoe gaan ze de juiste mensen geven? Dan zeg jij bijvoorbeeld, ga je zelf werken? Bellen, precies. Ja, daar komen we zo nog op terug. Een leuk haakje, maar wat ik... Misschien mag ik hem voor altijd beantwoorden vaak. Ik denk dat ik heb goed opgelet. Is met name dat je ook moet gaan denken van, hey, je moet ook aan die saleskant gaan werken. Want je kan wel heel goed zijn in, hoe noemde guy het ook, de zure... Leucine op. Ja, je kan het iets over leucine leren. Vertellen. Maar je moet eerst iemand hebben waar je iets over kan vertellen. Over leucine of over de, ik weet allemaal niet die dingetjes, de macro's en dat soort dingen. Ja. Het stukje sales, dat is ook heel belangrijk om klanten binnen te krijgen. En dat wordt... denk ik ook wel vaak onderschat. Misschien heb je daar een top tip voor, om het zo maar te zeggen. Als je het hebt over... Ik zeg altijd... Ik noem het ook geen sales. Hè, want, dat is tip 1. Ja, ik noem het geen sales. Want mensen... dat hoor je ook vaak. Je overkoopt niet, je investeert, zei je net. Ja, nee, maar mensen zeggen van... Ja, maar ik heb een hekel aan verkopen, zeg maar. Want ik geef een dienst, zeg maar. En ik vind het lastig om mezelf daar zo'n prijs aan te hangen. Maar uiteindelijk, het is de waarde die jij toevoegt. En zij moeten gaan kijken, oké, dit is het resultaat wat ik wil halen. Ben ik bereid dat bedrag te betalen als ik dit resultaat heb? Ja. Is dat nee, dan moet je er gewoon niet aan beginnen. Of het is nee, ik ben niet bereid het werk te doen totdat ik het resultaat heb. Dan moet je het ook niet gaan doen. Dan moet je ergens anders gaan trainen. Dan moet je gewoon lekker, bewegen. Mm-hmm. Is ook prima. Mm-hmm.
En je bent altijd welkom op het moment dat je wel er klaar voor bent. En het zit hem dus niet altijd op dat afvallen, maar dat kan als je maar iets hebt waar je voor wil werken. Dat is even belangrijk. Dat is misschien een hele goeie. We gaan langzaam richting het einde. En volgens mij had een vraag voor jou, Daan. Ja, die komt zo. We gaan langzaam richting het einde. Wat ik leuk vind om te zien is jouw positieve mindset en de ambities. Hoe blijf je zo positief in deze crisistijd? En ja. Ja, nou ja, dat zie je natuurlijk inderdaad de laatste tijd. Dat met name klagen en wat er allemaal, wat men overkomt. In plaats van ownership nemen over datgene wat er gebeurt. En kijken naar de mogelijkheden. En kijken naar de kansen. En een grappig verhaal is dat een vestigingseigenaar die belde mij op. En die zei, goh, balen, Rut, weer een maand erbij. Moeten nu tot maart. En toen zei ik gekscherend, ik had eigenlijk nog niet eens door dat ik het zei. Maar dat is wel hoe ik denk. Ik zie dus een extra maand dat we een van de weinigen zijn die wat aan kunnen bieden. Zeker. En dat betekent, straks als alles weer losgaat, dan heb je, ik noem maar wat, 20, 30 concurrenten. En nu hebben we er misschien maar 5 die wat aan kunnen bieden. Dus zie het als een kans. Ja. En zo is het continu. En daarom, wij schakelen ook van online naar kleine groepen, et cetera, et cetera. Naar buiten, naar... Ja. Joh, er is altijd de mogelijkheid om van waarde te zijn voor jouw klant. Precies. Alleen je moet eventjes gaan puzzelen om te kijken wat nu het beste is voor jouw klant. En voor ons is dat wederom de aandacht. Dus dat belletje, we zijn een online businessclub begonnen. Degene die een supermarkt heeft, die had behoefte aan auto's om te bezorgen. En we hadden ook nog een taxibedrijf. En het taxibedrijf hebben we gekoppeld aan die supermarktketen. Gaaf. En die is daarmee weer mee geholpen. En dit is nog maar één voorbeeld, maar zijn zo'n tig voorbeelden. Laatste vraag vanuit onze kant. Wat zijn je ambities voor jou, voor jezelf en voor de Power Community? Nou, de Power Community, ik wil letterlijk gewoon Nederland volzetten. En ik zeg wel eens van, goh, er kunnen er ongeveer 5 per provincie. En dat zal een beetje per provincie afhangen hoeveel erin kunnen. Maar als we op 60 uitkomen, waarbij we eigenlijk alle ondernemers of ondernemende mensen, of mensen die zich aangetrokken voelen tot ons concept kunnen bedienen, ja, dan zou dat top zijn. Want, en binnen hoeveel, welk jaar wil je er 60 jaar? Hè? Ja, dat is nog even de vraag, want wat ik al zei, er zit heel veel tijd in het opleiden, maar laten we zeggen tussen, een schatting, 5 jaar. Oké, mooi. We hebben nog een leuke, we kwamen er net al even op, van je wilt mensen ook helpen. Ja. Dus in de follow-up e-mail komt nog een stuk dat 5 mensen kunnen 1-op-1 sessie met Albert boeken. En hij gaat graag met jou het gesprek aan. En volgens mij kan Albert je ook wel goed challengen. Interessant wat er uitkomt. En misschien zitten daar wel een paar mensen bij, waardoor je naar de 60 locaties gaat binnen een aantal jaar. Hè? Nou, ze zijn welkom. Zeker. Ik ben benieuwd. Ik heb hier een vraag van Harry. Als personal trainer ben je zelf je eigen beperking als groeimodel. Bijvoorbeeld als je 1 avond vrij wil, dan gaan de lasten van een eigen studio, lease apparatuur flink door. Ja, wat is jouw tip hiervoor? Misschien als ik hem anders verwoord. Ja. Je bent personal trainer en als je zelf geen les geeft, dan komt er ook niks binnen. Geen omzet. Ja, ik zeg ook altijd tegen onze vestigingen van, goh, als je 25 uur op de vloer staat, dan moet er een nieuwe bij. Precies. Ja, want jij bent degene die de boel verkoopt, om even zo te zeggen. Ja, ik neem het net, het is geen verkoop, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, precies. En jij bent degene die er uiteindelijk op pad gaat naar de BNI's, naar de events organiseert en zorgt dat de mensen binnenkomen, zodat je ze uiteindelijk zeg maar binnen hebt, zodat de trainer uiteindelijk aan de gang kan gaan. Dus op tijd investeren in een trainer, zodat je eigenlijk kan zelf blijven groeien eigenlijk. Ja, exact. Goeie vraag van Stan. Hoe zorg je voor meer waarde nu de mogelijkheden toch beperkt zijn? Dat gaf je een klein beetje aan, maar ik vind het wel een goede vraag. Want ja, eigenlijk, jullie vragen nog precies hetzelfde, toch, nu? Op dit moment, wij zijn een van de weinigen die hem aanbieden dan in een tent. Mm-hmm. Flink grote tent. En ik weet, in elke plaats zijn de regels anders. Hè? Dus bij de ene sta je onder een afdak en de andere zonder afdak. De ene met tent, de andere zonder tent. Even heel praktisch voor de kijkers. Dat zijn vaak sportschoolhouders of personal trainers. Aangaan die tent gaan overleg met jouw gemeente en veiligheidsregio. Ja. Want in het ene gebied is een tent, wordt aangemoedigd. In het andere gebied niet. Niet. Dus, precies. Daarnaast
ja, gewoon het gesprek, zeg maar. Kijken hoe je iemand nog verder kan helpen, los van alleen op body. En dat is het mooie van ons concept, doordat we ook coaching hebben. Het draait niet alleen om die training, want die coaching maakt ook het verschil. Dus ja, zorg dat je in contact blijft met... Ja, want dat was ook de vraag van Ruud, die zei van, moet je dan de prijzen verhogen of verlagen juist in deze periode? Eigenlijk zeg je nee, want er verandert niks aan dat coachen. Het verandert niets aan de persoon die trainers eigenlijk, of de klant afneemt als het ware. Dus... Nee, de waarde is hetzelfde en het resultaat is ook hetzelfde. Precies. Mensen betalen voor resultaat, mensen betalen niet voor het uren voor gas, water, licht. Nee. Mensen betalen voor het resultaat wat ze willen halen. Ja, wat is de ROI, de return on investment? Ja. Ja. En die verandert niet. Nee, zeker niet. We hebben nog een vraag van Thomas. Albert, hoe zou jij dat op dit moment in deze tijd doen? Thomas is verhuisd en is onbekend in zijn woonplaats door een verhuizing. Ja, hoe gaat hij die naam eruit krijgen met toch bepaalde beperkingen op dit moment? Goeie praktische vraag. Ja, dus met name op dit moment of zeg maar gewoon in zijn algemeenheid, je bent verhuisd? Nou, stel, dit is even een goed voorbeeld van iemand die net echt verhuisd is. En die weer een hele nieuwe omgeving moet leren kennen. Wat zou jij Thomas willen meegeven? Mijn eerste vraag zou zijn, hoe word jij de bekendste personal trainer van deze omgeving? En vaak als je die vraag stelt, weet hij zelf denk ik ook wel heel veel antwoorden. Dat betekent dat hij met zoveel mogelijk mensen in contact moet komen. Oké. Hoe kom je met zoveel mogelijk mensen in contact? Misschien door, ik noem wat... een paar key mensen uit een plaats. Dat zijn altijd in een bepaalde omgeving wat mensen die handig zijn om als kruiwagen weer ergens anders te komen. Ik zeg altijd, ga naar de restaurants waar je doelgroep loopt. Die is dan nu niet open. Ga naar de plekken waar de doelgroep op dit moment is. En als, zoals nu is dat vaak in het bos. Wij hebben laatst Workout to Go bedacht. Dat betekent, we staan er op een plek, daar kan je je spulletjes halen, je workout halen. Maar dan heb je in ieder geval het contactmoment met de potentiële klant. En als je dat maar vaak genoeg doet, dan creëer je bekendheid en zo kan je starten. En dat betekent wel dat je gewoon, je moet je mond open trekken. Als jij niet iemand spreekt, kan je nooit een verzoek doen. De meeste personal trainers blijven binnen zitten en hopen dat ze vanzelf binnenkomen. Ja, maar ga ook bijvoorbeeld misschien aan de slag met de lokale sportclub, de lokale voetbalclub, waar nu niet gesport mag worden en zeg van, hey, ik kan voor het eerste elftal, vaak zijn dat bekende jongens in het dorp. Ja. Ga je 3 keer een sessie doen, 1-op-2, 1-op-1, et cetera. En zorgen dat die het dan weer delen op social media. Precies, ja. Dus het is zowel social media als zelfspreken. Alleen de meeste personal trainers schuilen achter social media. Die blijven binnen zitten en spreken niet met de persoon. Nee. Maar als je niemand spreekt, kan je nooit een verzoek doen. Kan je nooit impact maken. Nee. Mensen kopen wie jij bent. En als mensen niet weten wie je bent, kun je ook niet verkopen. Ja, ze kopen niet je Instagram accounts. Nee, exact. En als je dan kijkt op de Instagram accounts, zijn die vaak niet ingericht per se voor jouw potentiële klant. Maar staan de posts op die jij zelf leuk vindt. Want het gaat erom dat je duikt in je doelgroep. Ja, wat wil je potentiële klant zien? Of Jordi Laatsen die zei van, ik zet erop hoe mooie materialen zijn of wat dan ook. Maar ja, dat koopt iemand niet. Nee, mensen kopen resultaat, een bepaald resultaat. En heel veel personal trainers dan ook zonder shirt, zeg maar. En als je wil richten op ondernemers, zou ik zeggen, is datgene wat hij wil zien? Ja, of is hij wil zelf een bepaald resultaat? Ik heb zelf misschien nog een laatste vraag voordat we gaan afsluiten. Ik vond het een hele goeie. Stel je voor, je bent personal trainer, je bent 25 jaar, je bent 2-3 jaar bezig. Ja. En die doelgroep wat jij net zei, van die ondernemers misschien met een groter portemonnee, zijn weer 35, misschien 40 plus. Ja. Ja. Die zitten niet in jouw normale omgeving. Ja. Hè? Die zie jij niet, want die zitten in een ander, die wonen misschien in een andere buurt. Die hebben andere interesses. Hoe kan je daar toch zeg maar, op aansluiten dan? Als je wilt die doelgroep hebben, maar je bent zelf niet in die groep. Ja. Vaak beginnen wij gewoon, we bouwen hem op, letterlijk. Want vaak de eerste klant is niet je laatste klant binnen een studio. Vaak begin je met friends, family, zeg maar. En dan ga je langzaam bouwen naar aanverwanten. Mm-hmm. En probeer je in de nieuwe doelgroep te komen. Nou, de kunst is wie jij bent dus. Zowel op je social media, als de mailings die je schrijft, als de post die je naar buiten brengt. Moet het matchen met je doelgroep. Nou, en als je dan regelmatige basis wel in contact probeert te komen met die doelgroep. En dat continu doet, want vaak stoppen mensen dan ook weer. Dus continu doet, consistent. Zorg je ervoor dat je uiteindelijk in de gewenste doelgroep zit, die jou dan koopt. Want vaak merk je jouw omgeving, als dat een beetje tegelijk zijn zeg maar, met jou, ja, die gaan je daar niet brengen wat je net al aangaf. Dus de kunst is om in een andere doelgroep te komen. Dus het is een. Wat ik proef is dat heel veel mensen. Dat het een te lang traject is om daar te komen, dat ze dan opgeven. Dat proef ik een beetje. Ja, exact. En zichzelf niet in staat zien om dat te doen. En daarom is coaching weer heel erg belangrijk. En zeg ik, investeer in jezelf.
als persoon, hè, wie jij moet zijn om daar te komen, in plaats van boeken lezen wat je moet doen om daar te komen. Duidelijk. Boeken lezen is ook belangrijk, maar je snapt wat ik bedoel. Interessante info, heren. Ik wil jullie heel erg bedanken. En we gaan door naar volgende week. Want wie hebben we te gast? Patrick Rijnbeek, directeur van NL Actief. En met hem gaan we de volgende dingen bespreken. Namelijk een COVID-update, de routekaart voor fitness, alle steunmaatregelen op een rij. En daarnaast bespreken we nog eventjes wat er wel mogelijk is. Preventie, belangrijker dan ooit. En wat voor rol kan de fitness hierin spelen? En daarnaast hebben we nog het NL Preventiecentrum. En wat kan jou dat opleveren? Houd er nog even rekening mee. 18 februari om 6 uur de Big Tech paneldiscussie van Fit Nation. Geniet van je lunch en tot volgende week.